Welkom. Dit is de website van 24 Hour Resonance. Het is een enorm project. Er doen honderden mensen mee. Solisten, nieuwe talenten die we aan het ontdekken zijn, koren. Ikzelf ben Merlijn Twaalfhoven. Wij maken de opening. Dat wordt blok 1. En vervolgens ontstaat er een soort collage van allerlei ideeën, composities, stukken die door het gebouw van het muziekgebouw aan het IJ plaatsvinden. We gaan niet in de zaal optreden, behalve het bijna laatste blokje, het Nederlands Kamerkoor met De Tijd Staat Stil. Dat concert, het slotconcert, is gewoon met tickets en stoelen in de grote zaal. Daar mag je ook niet aan meezingen. Terwijl eigenlijk in alle andere blokjes, inclusief, je ziet een epiloog, daarin worden mensen uitgenodigd om mee te doen. We gaan beginnen om 11 uur 's avonds. Er is een concert geweest, zaterdagavond 10 oktober, in het muziekgebouw. Het publiek is nog aan het naborrelen. Er ontstaan solisten die klanken maken, melodieën. Het begint heel voorzichtig eigenlijk, met korte klanken van verschillende kanten. En geleidelijk gaan steeds meer koorleden meedoen, ontstaat er een massief geluid. Vanuit dat grote begin gaan we door naar de nacht, waarin solisten hun stem echt letterlijk laten horen. Je kunt je nog steeds opgeven als jij het gaaf vindt om een lied te zingen. Dan geef je je op en kun je dus ook aangeven in het opgaveformulier dat je ook solist wil zijn. Dan werk je met Katja aan een bepaalde rol, specifiek die jou op het lijf geschreven is. Nou, dan wordt het diep in de nacht, vanaf 2 uur gaan we dingen doen waarin bijvoorbeeld, als je daaraan meedoet, je een mp3-file toegestuurd krijgt. Een geluidsbestand wat je op een iPod of op je telefoon kan laden. Dan krijg je van mij te horen, precies om 2 uur 's nachts, bijvoorbeeld, druk op play. En dan zijn er bijvoorbeeld 10 mensen die dat tegelijkertijd doen en dan hoor je op je geluidsfile welke tonen je na moet zingen. Dan hoef je dus niks te repeteren en toch zing je mee. We hopen natuurlijk publiek te trekken. We zullen mensen die aan het uitgaan zijn verleiden om naar dat muziekgebouw te komen en misschien wel om 4 uur of om 5 uur mee te maken wat we daar doen. Het is een enorme ruimte die we gaan vullen. Het is natuurlijk een enorme tijd die we gaan vullen. We nemen ook die ruimte, we nemen die tijd. We laten stiltes vallen. We proberen echt de aandacht als het ware te regisseren. We zijn in contact met monniken op dit moment. Te kijken, kunnen zij iets van hun klanken ook in het muziekgebouw laten horen? Kunnen wij daarop aanhaken? Met Emma en mezelf zijn we workshops aan het ontwerpen, waarin we juist weet je, die hele verfijnde klanken van toch die stille, duistere ruimte van de nacht laten overgaan naar de ochtend, dat het licht komt. En dan zie je hier, Genetic Choir geeft de klanken van de ontwakende stad een rol. Een koor wat geheel bestaat uit mensen die supergoed zijn met improvisatie, maar waaraan jij ook mee kan doen. Er is een workshop, 3 oktober, die specifiek gaat, of je nou ervaring hebt of niet, maar over improviseren. Het aan elkaar doorgeven van hele subtiele tekens en cues waaruit je opmaakt wat er van je wordt verwacht en dat je op een vrije manier samen echt een stuk kan maken. Dan is het op een gegeven moment 8 uur. Jinske Silva heeft een hele rij fantastische solisten bij elkaar. Kijk, er staan er een aantal hier op een rijtje. Ik heb met Minyesu wel gezongen. Ze is echt een heel bijzonder, echt een icoon van de Ethiopische muziek. Pauni Trio, Bulgaarse klank. Het is echt spectaculair. Heel blij wat Jinske bij elkaar heeft gebracht. En waar zij dus nu ook op een hele vrije manier een soort troon aan het weven is uit al die verschillende stemmen en kleuren. En jij kunt er dus ook als koorlid aan meedoen. Je kunt op bepaalde momenten meezingen, meedoen. Ruben Smits en Marcella van der Heijden, die maken 2 uur vol waarin jazz, pop en klassiek soort mooie contrasten vormen. Dus ook zij gaan de hele ruimte gebruiken met tientallen koorleden. Je kunt ter plekke komen en meedoen. Of je ook echt opgeven,
voor dat blokje, dan krijg je wat materiaal om je voor te bereiden. Dus eigenlijk elk blokje heeft zijn eigen traject richting die uitvoering. Danny had vorige week al een grote repetitie, 130 man. Als je daar toch nog aan mee wil doen en je hebt de repetitie gemist, is dat geen probleem. Op deze website komen ook de zaken die je voor kan bereiden. En we proberen alle informatie zo helder mogelijk hier te krijgen. Het is, ik zei het al, een work in progress. Dus wellicht komen daar de komende weken nog een paar extra dingen bij. Zodat je ook thuis je voor kan bereiden op blokje 8 bijvoorbeeld. Merel Martens is aan het werk met haar eigen koren. Dutch Organic Choir, Pitch Control, Voice. Zijn echt enorm ervaren koren die ook improviseren. En geweldige jazz- en popnummers kunnen brengen. Ze zullen ook de hele ruimte gebruiken. Zo is de hele middag gevuld met andere zaken. En gaat het uiteindelijk toe naar het enige moment dat iedereen in de grote zaal is, waar een conventioneel concert plaatsvindt, in de zin van je hebt daar een kaartje voor nodig, je zit op een stoel, het Nederlands Kamerkoor staat op het podium. Het is eigenlijk een soort rustpunt na een hele volle dag, dat we dus de foyers en de hele ruimte rondom de zaal vullen, is dit het moment dat het heel geconcentreerd in de grote zaal plaatsvindt. En daarvoor zal ook het Nederlands Kamerkoor samen met het Nederlands Studentenkamerkoor en bijvoorbeeld het Nieuw Amsterdams Kinderkoor ook al soort kleine optredens hebben in dat grote muziekgebouw. Dus we bouwen echt toe naar het moment dat het concert in de grote zaal is. En ook na afloop, als we dat concert hebben meegemaakt, klinken er nog klanken, muziek, flarden door het gebouw heen. Zodat we om 11 uur, 24 uur hebben meegemaakt waarin muziek, klank, maar ook stilte en rust elkaar afwisselen. Ik hoop dat je iets aan mijn uitleg hebt gehad. Ik hoop dat je de weg weet te vinden naar de blokjes waarin ook heel duidelijk de opgaveknop zit. Al heb je weinig tijd om voor te bereiden, geef je op en wees erbij en laten we daar iets heel bijzonders van maken.